Ik vind het nooit erg als een politicus of een beleidsmaker een goed plan heeft, maar dat plan blijkt bij de uitvoering door onvoorziene omstandigheden toch niet te werken. Als ze het maar toegeven. Weet je nog, de Carpool Strook op de A1: niet in de file als je met meerdere collega's in de auto zit. In Amerika een groot succes. Hier bleek niemand met Bert van Accountancy en Jaap van de Postkamer in de auto te willen zitten. 28 miljoen euro omgerekend, maar hé, hey, het had kunnen werken. Vind ik niet erg, maar wees er eerlijk over. De mondkapjes van Siewert leek op dat misschien, misschien een goed idee, Hugo. Nou ja, niet dus, geef gewoon toe. De gemeente Amsterdam had ook een goed idee. Ik ben vaak cynisch, maar ik vond het echt een goed idee. Amsterdam moest jonge statushouders opvangen, maar wat deden ze in de accommodatie? Ze mengden ze 50-50 met studenten. Die studenten kregen huisvesting, maar ze waren verplicht... de statushouders te helpen bij de inburgering taal. Nou goed, laat ik het AT5 vertellen. Stek Oost heet het. Er wonen 125 Nederlandse jongeren en 125 statushouders. Elke statushouder wordt gekoppeld aan een jongere. Ze zijn buddies en helpen elkaar waar nodig. Studenten blij met de huisvesting, maar toch ook met hun mooie opdracht. Ja, hartstikke mooi idee om mensen te helpen en om... Um, ja, een steentje bij te kunnen dragen aan de maatschappij. Goed idee. Echt? Gemeente Amsterdam. Ik heb vaak wat te zeuren over die GroenLinks D66-Conctie. Maar dit, zo help je een snelle integratie bevorderen. Goed idee. Alleen, maar in de praktijk blijkt het al snel niet zo mooi als de twee verwachten. Volgens hen zorgen meerdere statushouders in het complex voor overlast. Zoveel overlast dat ze allebei besluiten om ergens anders te gaan wonen. Ja, het bleek het dat het goede plan niet op elke statushouder de juiste uitwerking had. Uh, Talking, uh, seksueel overschrijdend gedrag, heel veel geweld, yeah. vrouwenvriendelijk oh. gedrag. En dan uh. gewoon dingen die de hele tijd gestolen en stuk gemaakt yeah. werden. Aanranding, geweld, vandalisme... en het gaat niet om kleine incidentjes. In maart wordt bekend dat een van de statushouders... verdacht wordt van zes zedenmisdrijven... ten opzichte van bewoners van het complex. Zes zedenmisdrijven. Je zou verwachten dat zo iemand... na één voorval wordt weggehaald. Maar nee, hij voerde nog een rechtszaak om te blijven... en heeft nu, las ik, een alternatieve woning gekregen... waar hij zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten. En de slachtoffers, de studenten... vluchten weg en verliezen hun huisvesting. Alle idealisme... Om die mensen te helpen veranderde in dit. En dat ik mijn gedrag best wel heb veranderd sinds ik hier ben gaan wonen. Veel meer over mijn schouder kijken en. Ja, nu weggaan. Er is nu zoveel aandacht voor grensoverschrijdend... seksueel gedrag tegen vrouwen, MeToo, The Voice. Nou, het programma Vandaag Inside werd beticht van rape culture... en zelfs van moord zag ik op een spandoek. Alle kranten, elke talkshow had het erover... maar over de gebeurtenissen bij deze statushouders... afgezien van een korte reportage bij AT5, lees je niks. Nergens. Geen enkel ophefje. Ter check, altijd dubbel checken, Casey... belde ik met een bevriende ambtenaar bij de gemeente Amsterdam... Kees, je noemt niet mijn naam of mijn afdeling op de radio, anders gaat mijn kop eraf. Ja, de statushouder Omerta. En hij of zij vertelde dat dit ook in andere vestigingen nogal een ding was geweest. Werd erg stilgehouden. Liever die studenten opofferen dan, oh jee, het imago van jonge statushouders. Geen slecht nieuws naar buiten. Uiteraard hebben studenten aan de bel getrokken over de situatie. Maar dan klinkt altijd weer die vertrouwde Nederlandse reactie. Volgens Yul en Avisa is er meerdere keren aan de bel getrokken bij woningcorporatie Stadgenoot. Maar wordt er weinig met de klachten gedaan. misdrijven, geweld, diefstal. Studenten gaan weg uit angst. Maar de verantwoordelijke wooncorporatie Stadgenoot herkende zich niet in de kritiek dat er niets gedaan werd. Nee hoor, ze hadden toch een prima oplossing. Ook zeggen ze dat bewoners met hun klachten terecht kunnen bij een servicebeheerder. Dingen waarvan You en Nafisa dus zeggen... dat ze tot nu toe niet tot veel resultaten hebben geleid. Een servicebeheerder. Tegenwoordig weet je bij de functienaam al dat het niks is... niks kan en niks doet. Kijk, dit heeft niks met links of rechts te maken... voordat ik dat gezeur weer krijg. Dit voelde als een goed plan, echt. Maar botsende culturen, bronstige mannen, getraumatiseerd... jada, 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 helaas, het werkt niet. Geef het toe. Nieuw plan... en modder niet door over de rug van goedwillende studenten... Dat is geen goed plan. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.